Kiezen voor MBO College Hilversum is kiezen voor ruimte om zelf te ontdekken wie je bent, waar je kracht ligt en welk beroep het beste bij je past. Welkom bij de sector horeca en facility in Hilversum. Geen dag is hetzelfde in deze branche waar de klant koning is. Ben je servicegericht, flexibel, ondernemend, stressbestendig en weet je van aanpakken? Dan heb jij het juiste karakter voor een baan in deze branche. Zeker als je die ambitieuze student bent die ook voor een leidinggevende positie gaat. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van opleidingen op niveau 4. Zo kun je ook versnellen en is er een goed doorstroomperspectief naar het HBO en de arbeidsmarkt. Dit is ons opleidingsoverzicht. Binnen horeca en facility hebben we 3 diplomaprofielen. Hotelmanagement, facilitair management en kok. Elk profiel heeft weer verschillende opleidingen waar je uit kunt kiezen. In dit webinar neem ik je graag mee in het profiel kok. Voor de andere profielen kan je een van de andere filmpjes bekijken. Dit webinar zal ongeveer 10 minuten duren. Dit is een van je leslocaties. Maar je kan bijvoorbeeld ook les krijgen in onze lesrestaurants Duroc en de Kantine of bij Van der Valk in Breukelen. Als je kiest voor het profiel kok, is geen dag hetzelfde. Je moet flexibel en stressbestendig zijn. Je bent creatief en houdt ervan om mooie gerechten te creëren. Binnen dit profiel zijn er 3 verschillende opleidingen, te weten leidinggevende keuken, zelfstandig werkend kok en kok. Als leidinggevende keuken geef je dagelijks leiding aan medewerkers op de werkvloer. Naast je uitvoerende werkzaamheden in de keuken heb je diverse leidinggevende taken. Jij draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en alle processen in de keuken. Als zelfstandig werkend kok kan je zelf menu's bedenken en klaarmaken. Je kijkt welke ingrediënten besteld moeten worden en werkt nauw samen met je leidinggevende. In de keuken kan je andere medewerkers aansturen. Als kok heb je veel kennis over allerlei gerechten en technieken. Je kunt goed met mensen omgaan en onder tijdsdruk werken. Je verwendt gasten elke dag een beetje anders. De gemiddelde opleidingsduur is 2 tot 4 jaar. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat een student en docenten kunnen vertellen over deze opleidingen. Jij ook? Laten we snel kijken. Ik ben Giovanni, ik ben 20 jaar. Ik zit op de opleiding leidinggevende keuken niveau 4. Dit is mijn 3e jaar op deze school. Ik heb hiervoor de niveau 2 afgerond, dus gewoon basiskok. En nu doorgestroomd naar niveau 4. Mijn naam is Niels Schachtman. Ik volg de opleiding niveau 4 leidinggevende keuken als BBL. Dus dat houdt in dat ik 4 dagen per week werk en 1 dag per week school ga. Ik ben al sinds kleine van bezig met koken. Ik vind het hartstikke interessant, hartstikke leuk. En toen besloot ik om van mijn passende werk te maken. Zo gezegd deze opleiding gekozen. En in principe heel veel open dagen gezien van heel veel verschillende scholen in heel Nederland. En als laatste deze school en nu zit ik hier al 3 jaar op school. De lessen hier bij de MBO College Hilversum beginnen om 10 uur bij onze mentor, waarvan we instructies krijgen van wat we verder van de dag gaan doen. Daarnaast gaan we ook nog een beetje theorie krijgen. En vervolgens gaan we dan in de demokeuken, zoals u nu hier ziet, opdrachten volgen, zoals vissen fileren of gewoon uw takenboek volgen, die dan verder moet ontwikkeld zijn om het project af te ronden. Ik ben opgedeeld in 2 verschillende klassen. Waarvan 1 de praktische klas, daar zitten we ook met het examenjaar van niveau 2. Die klas bestaat uit ongeveer 12 man in totaal. En mijn volledige niveau 4 klas, dus iedereen die de leidinggevende keuken doet, die bestaat uit 1 man of 10. Maar die is opgedeeld in voltijd leerlingen, dus de BOL, en de deeltijd, dus de BBL. Wij werken wel momenteel best veel aan projecten, individueel. Dit houdt in dat er dan over de 2 jaar van niveau 4 die jij onderneemt, een totaal van 6 projecten die je neemt. En dat houdt in dat je dan aan het eind van niveau 4 je 6 of 7 gangen menu maakt, met brood inclusief. En deze projecten horen allemaal als onderlinge projecten van brood maken tot de verschillende voorgerechten en hoofdgerechten. Het contact tussen mijn docenten en mijn mentor is in principe heel goed. Ik ken het natuurlijk al 3 jaar hier, maar in principe gelijk vanaf het begin krijg je mails, telefoonnummers, zodat je altijd alles kunt vragen wanneer je wil. En de begeleiding, in mijn geval is het ben ik vrij op mezelf aangericht. Dat is ook deel van de opleiding, want je krijgt je uitleg, je krijgt je deadline.
Heb je het niet bij de deadline, je hebt niks aangegeven, is het jouw probleem? Geef je aan van ik heb meer tijd nodig, ik heb hulp nodig, mensen willen ze je meer dan helpen. Ik droom hierna om na het niveau 4 opleiding af te maken, een restaurant te openen of vervolgens een leidinggevende keuken worden van een hoger restaurant segment. Waarvan ik toch wel mijn eigen creaties kan ontwikkelen en delen met de rest van mensen. Mijn naam is Jonathan Veldhuizen en ik geef diverse vakken op kooktechnisch gebied. Ik ben Huib Kabel, docent op de afdeling horeca in Hilversum. Ik geef verschillende vakken, vaktheorie, keuken, warenkennis en heel veel demonstratielessen. Daarom zijn we ook hier in onze demonstratiekeuken. Het profiel kok is eigenlijk vrij breed. Uiteraard staan we in de keuken, dat zegt het ook al, maar we hebben natuurlijk verschillende horecazaken, hotels, cafés, restaurants, bistro's, allerlei andere facetten van de horeca. Dus ja, het is een vrij breed profiel. Begeleiding van de studenten die doen wij zoveel mogelijk één op één. Iedere week hebben de mentoren wel een gesprek of in ieder geval contact met zijn of haar student. Die staat weer in nauw contact met onze pluscoach en waar de extra hulp nodig is, dyslexie, dyscalculie of allerlei andere problemen of aanpassingen, dan ja, worden ze doorgestuurd naar ons student succescentrum en ja, daar worden ze gewoon veel verder geholpen. Maar nogmaals, de begeleiding doen we zoveel mogelijk één op één. Alles is maatwerk bij ons. Iedereen komt binnen met zijn eigen verhaal en iedereen gaat ook weg met zijn eigen bagage. Dus of je nou goed kan leren of minder goed kan leren, maatwerk bieden we altijd. Bij ons bij de horeca werken we heel veel samen met het bedrijfsleven. Zo gaan de BOL-studenten, die lopen 2 dagen in de week stage, als ze daaraan toe zijn. De BBL-studenten, die gaan echt werken, 4 dagen in de week ongeveer. Daar gaan ze ja, gewoon in dienst bij het bedrijf en wij bezoeken de bedrijven 2 keer per jaar. En zo hebben we ook ja, veel contact via de telefoon of via de e-mail of hoe dan ook. Dus ja, wij werken heel veel samen met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld een leuk project. Oeh, we hebben er meerdere. Ik vind zelf het tergooi-diner altijd wel erg leuke. Daarbij hebben we ook, vooral in de koksopleiding, is alles opgebroken in modules. En elke module heeft een eigen afrondende project. Dus de ene keer aan het begin is dat introductie en ontdekking. En daarna krijg je dingen als bar, bits en bytes. Daarna krijg je land en zee. Ga zo maar door. Je kunt gaan werken nadat je je opleiding hebt afgerond, zeg maar, of niveau 2, 3 of 4 uiteraard. Kun je in de horeca gaan werken, in de keuken gaan werken, in ieder leerbedrijf waar jij dan zeg maar, zou willen gaan werken. Als jij de opleiding hebt afgerond tot en met leidinggevende keuken, niveau 4 de opleiding, kun jij eigenlijk overal terecht waar jij dat zou willen. Ja. Als schoolmateriaal heb je nodig een messenset. Kleding, nou ja, de kleding die ik nu draag. En daarbij werken wij veel met digitale systemen. Wij werken met Gastronomics, is een website voor koks, door koks, waar wij sinds dit jaar mee aan het werk zijn gegaan. En verder heb je niet heel veel materialen daaromheen nodig, wat boeken, maar dat is niet heel erg veel. Tijd voor een korte samenvatting. Waarom zou je voor een opleiding bij horeca en facility in Hilversum kiezen? We werken uitstekend samen met het bedrijfsleven, zodat je een goede kans maakt op een aantrekkelijke stage of werkplek. Tijdens je opleiding loop je stage bij gerenommeerde bedrijven in binnen- en buitenland. Wij bieden brede opleidingen met uitdagend onderwijs, met veel projecten, excursies en verantwoordelijkheid voor de student. Je krijgt les op 2 bijzondere locaties. Naast ons restaurant Du Rock op het Arena Park krijg je ook lessen op het Mediapark in ons restaurant De Kantine. Je diploma geeft toegang tot veel hbo-opleidingen in binnen- en buitenland. En maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn hier geen uitzondering, maar standaard. Voor meer informatie over de opleidingen binnen dit profiel, kijk je op mbocollegehilversum.nl/horeca. Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan voor de opleiding. Na je aanmelding zullen we snel kennis maken en heb je ook nog de mogelijkheid om vragen te stellen. Graag tot ziens en bedankt voor het kijken.